Nou, kijk eens, ik wil vandaag even een vlogje gaan maken. Ik hoop dat het allemaal niet te lawaaierig is. Want ja, kijk, als ik bij me voor de deur nogal een vlog maak. Ik woon in de pestherrie, dat weten we met z'n allen. Maar waar dit vlogje eigenlijk voor bedoeld is, is voor mijn vriend de koning. Het houtzagertje van de Gibsonstraat. Dat ik een vlogje voorbij zag komen van hem, dat ik dacht bij mezelf van Peter, je slaat de plank mis, want je zegt dan op een gegeven moment tegen mensen wat je op een A4 hebt staan, dat kan je ook in 3 woorden zeggen. Dat ik daar dan wil opstaan. Kijk Peter, ik heb hier een samenvatting. En de samenvatting hier staat, dat is proces van Balen, even onderstreept. Dat we er raar van staan, stonden te kijken dat Peter de Koning op alle 100 vragen die wij aan hem gesteld hebben, antwoord heeft en heeft gegeven. Nou, de eindconclusie van mij is dan, Peter, jij had niet op 100 vragen antwoord hoeven te geven, dan had je ook in 3 woorden gekund. Ik heb er niks mee te maken. Simpel toch? Kijk, en dan neem jij andere mensen de maat. Dat vind ik dan erg jammer. Kijk, ik dacht bij mezelf, laat ik nou eens een keer de kettingzaag pakken. Nou Peter, dus ik vond het wel toepasselijk om ook eens de kettingzaag erbij te pakken en eens aan te zetten en hopen dat hij doet. We zullen kijken, Peter. Kijk, ik ben natuurlijk geen houtzager zoals jou, hè. Hij doet het. En wat gaan we doen, Peter? Goed opletten! Zeggen wat mijn creatie was. Het is Steenbergen uit beeld. N257 TV. Ik ga weer op het knopje drukken. En deze er nog even bij voor je, Peter. Dit is een meter, jongen. En het is met je velletje. Kijk, dit is een echte meter. Een meter smokkel. Denk daar maar eens over na. Tik hem af. Voor Steenbergen in debat. Ik vind dat een hele nette pagina. Ik vind dat het een debat losmaakt in de gemeente Steenbergen. En dat meer mensen zo'n initiatief hadden moeten volgen. En dan vind ik het toch jammer, Peet, dat je weer over oude koeien begint. En dat je dan op een gegeven moment het weer zo in het belachelijke moet trekken over die anderhalve meter bij de bemis voor de deur. Steenbergen in debat had gelijk, ik ben het gaan meten, Peet. Hij gaat daar niet achteraf zitten janken, weet je wel, want je slaat gewoon de plank mis. Ik wou het erbij laten, ik ga er ook geen vlog meer aan je besteden, dat is het mij niet meer waard. In ieder geval, het is er bij mij uit. Het Steenbergen uit beeld. Ja, en als je zo doorgaat, Peter, zagen we hem helemaal een stuk. Daar moet een piemel in, 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 daar moet
daar moet een bemol in.